Kan Bitcoin nog steeds door naar nieuwe all-time highs? Zien de hogere timeframes er nog bullish uit? Dag mensen, een hele goede dag en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatieve naart en geen financieel advies. Kun je de content weer Vergeet de video dan niet een like te geven. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet daarbij niet op het belicoontje te klikken. Dan krijg je een melding wanneer de nieuwe video er is: 2 september. En dat betekent ook dat we dus weer naar de maandelijkse candlesticks kunnen gaan kijken, waaronder dus die van Augustus. Um, we zitten ook weer in de veer. Betekent dat dat we hier tijdelijk een bodem hebben? Het ziet er allemaal niet super sterk uit, maar dat gaan we zo direct bekijken in de grafieken. En als laatste, pas op voor de spammers en scammers onder in de comments. En we beginnen even met de agenda voor deze week. Zoals je eigenlijk hier ziet, niet heel veel spammers. Spannend. Vrijdag wordt wat interessanter. Uh, de non-farm employment change, unemployment rate. En die ziet eruit alsof die weer gaat zakken. En je wil die eigenlijk juist hoger hebben, want dat beweegt de Fed ertoe om de rente juist te verlagen. Uh, dus dit zou wat meer bearish kunnen uitpakken op vrijdag, in ieder geval. Het zit er haast wel, of tenminste, het zit er eigenlijk wel dik in dat ze de federale rente gaan verlagen. Alleen de vraag is: is dat met 50 basispunten of 25 basispunten? 25 basispunten zou betekenen dat ze het onder controle hebben. 50 basispunten zou kunnen betekenen: hé, hey, we hebben het niet onder controle, dus we moeten snel verlagen. En dat zou dan, ondanks een verlaging, dat het een verlaging is. Toch nog rood kunnen uitpakken. Dus we moeten hopen op 25 basispunten. En uit mijn hoofd is dat volgende week september. Nou, of is het een week daarna? Volgende week nog CPI wat uh, volatiliteit gaat geven. En dat is dus op woensdag 18 september. Goed, dan de grafieken. Als we kijken naar de SP 500. Ja, een sterk, sterk herstel wil hier wellicht boven, of naar boven uitbreken. En um, doet het nog niet. Ik verwacht ook. Eigenlijk dat we iets van een pullback zullen gaan krijgen. Of we nou eerst een stoplosshunt gaan hebben van de vorige huis. En dan naar beneden of meteen door naar beneden. Eén van de twee eigenlijk. Maar ja, dit is een sterk herstel. Wat suggereert dat we meer groen kunnen gaan zien in de komende weken. En vorige keer zagen we het ook: daling. Sterke stijging, pullback na de 50 moving average, de paarse lijn, 50, uh, milli, 50 uh, moving average op de dagelijkse .382 support van de swing low naar de swing high. Hier ook zouden we kunnen krijgen swing low, swing high of hier een swing high en dan terug naar die 50 moving average om vervolgens toch weer keihard door te stromen. En dan kijk ik naar een technische target op de 6000 tot de 6233 ongeveer. Dus dat is positief voor Bitcoin in ieder geval. De dollarindex, die ziet er wat zwakker uit. Vorige week zei ik in de analyse, ziet er zwak uit. Zou hier nog wel een bounce kunnen krijgen? Want we zitten hier op support. Dus dat is uh, vaak waar je toch een bounce kunt krijgen. Geen shorts op support, longs op support. Tenzij ze breken. Ergens die was ook oversold. En we zien hier nu ook een bounce. En ik ben eigenlijk aan het kijken hoe sterk wordt deze bounce Je wilt dat hij eigenlijk onder de punt 382 Fibonacci blijft. De 102. In, en het liefst in de vorm van een beerflag om vervolgens naar beneden te breken ergens volgend jaar. Uh, maar het ziet er gewoon niet sterk uit de dollar-index. Maar dat is positief voor crypto. Want hoe zwakker de dollar-index is, hoe sterker het is voor de risico assets. Dan de heatmaps. Eén jaar zien we toch nog een liquidatiepunt op 34.800. Ik ga er niet vanuit dat we daar naartoe gaan. Dat zou echt wel uh, vrij laag zijn. Maar ik sluit het niet uit. En daar maak ik dan ook een plan voor. Zes maanden ziet er wat uh, beter uit. We zien vooral liquiditeit naar de bovenkant: 76.300. En het begint bij 72.000, oftewel. Stoplossers, liquiditeit boven al die highs. En ik verwacht ook dat we daar naartoe gaan. Daarom de 1 jaar. Ik zie het niet per se gebeuren. Maar ik zie wel dat we... Of tenminste, ik voorzie moet ik dan ook zeggen. Hè, dat we kwartaal 4 bullish zullen zijn. En nadat we de liquiditeit op 55.054 hebben gepakt. En ook hier rond de 49 tot 50k. Kijken naar de 3 maanden. Dan wordt het al interessanter. Ook hier veel meer liquiditeit boven de koers. Maar we zien hier onder. Deze low hier op de 47.790 ongeveer. Dat daar ook meer liquiditeit aan het ontstaan is. En zoals ik zeg, he, koersen gaan naar die liquiditeit. Dus het kan prima zijn dat we hier nog een keer een low maken. En voor een laatste keer een stoploshunt hebben voordat we doorgaan omhoog. Op de 1 maand is die nog wat duidelijker te zien op de 47k. He, dus we zien hier op de 47,77 ongeveer. Dat daar gewoon onder die load dat mensen heel veel stoplosses daar bestaan. Dus goede kans dat we daar nog naartoe gaan. En dat is ook een punt waarop ik ook zou willen bijkopen. We zien ook liquiditeit op de 65.115 ongeveer. Dus wat je ook nog zou kunnen krijgen in de tussentijd. Is dat september is wat groen start. Naar die 65k gaat. Om vervolgens naar die 47,7 te gaan. Hoe dan ook. Hier zoek ik eigenlijk gewoon een short. En hier onderin zoek ik een Zoek ik een long. Kijken we naar de 7 dagen, dan zien we dus dat de liquiditeit zit op 57.149. Dit is van het weekend al wat gepakt, maar in de laatste uren is er weer meer liquiditeit bijgekomen. Dus zelfs als we hier een balans omhoog krijgen, ja, dit is waarschijnlijk de target voor deze week. En dan gaan we er eerst heen voordat we dus omhoog gaan. Nou, dan zoek ik daar een long. En gaan we eerst omhoog naar bijvoorbeeld die 65k. Nou, dan zoek ik, eerst een dan zoek ik daar een short. En uh, dan is dit in ieder geval op zijn minst de target. Dan, seasonality gewijs is september gewoon ook niet de sterkste maand, net als augustus. Het is eigenlijk vaak een drama maand hè, met een gemiddelde van min 4,5%. Uh, dus dat is niet bijzonder veel. Maar je ziet dus over het algemeen van de afgelopen 12 jaar ongeveer dat er maar drie maanden groen zijn geweest in de maand september. En dit is natuurlijk geen garantie dat september ook rood zal eindigen. Maar seasonality gewijs komt het vaak wel uit, ook in augustus. Ook in juli. Um, en vaak ook dus een kwartaal 4. Dus dit is ook een van de redenen waarom ik denk dat we een kwartaal 4 bullish mogen zijn. Maar september verwacht meer chop um, chop. Zijwaartsactie, stoplossens, beide kanten op eventueel. En uh, het is gewoon een beetje time cap, uh, capitulation. Dat betekent dat het lang duurt voordat de prijs echt wat gaat doen. Waardoor mensen gewoon afhaken. De big boys hun zakken vullen. En daarna keihard omhoog gaan. En dan moet je FOMO gaan instappen dus. Nu is het tijd om op te letten. September kan een hele interessante maand worden. Dan de grafieken, maandelijkse. Ja, nog steeds zitten we hier in die bull flag. Dus daar zitten we, ik zei hier ook al, kan rustig nog twee, drie maanden duren. Nou, we zitten hier in de derde maand die aan het starten is. Bull flag is nog steeds in mijn ogen aanwezig. Moet niet veel langer gaan duren, want dan wordt het meer een kanaal. Maar mocht het een bull flag blijven, 103.000, targetzone nummer 1, 85 tot 95k... Um, en als we kijken naar de maandelijkse candlestick hier, ja, het is wel een hanging man candlestick. En een hanging man candlestick is wel een bearish candlestick. En dit had een inverted hammer kunnen zijn, of nee, niet een inverted hammer, maar een spinning top candlestick of een hammer candlestick uh, met een lange wik aan de onderkant. Maar ook dat heeft toch voor meer rood gezorgd. En deze is gewoon wat meer bearish. Een hanging man candlestick. Een kleine candle body. En een veel langere wik aan de onderkant. Wel laat het zien dat de koopbereidheid is. Dus de koers wordt wel telkens opgekocht. Maar zal nog steeds wat meer rood kunnen kleuren voor deze maand. Sterkere support zit hier op die 50.000, psychologisch rond. Komen we daaronder? Dan moeten we misschien de bearish pet opzetten voor een verdere bear market. Maar volgens nog. Ja, is het eigenlijk netjes als in... het is een bull flag, het is een bullish patroon... en de koers wil niet sluiten onder de 0.382 Fibonacci. En dat betekent gewoon dat het een sterke beweging is... en deze consolidatie is... Ja, het is geen bearish consolidatie. Hè. Het heeft niet de vorm van een rising wedge of een bear flag of iets dergelijks. Het is een nette consolidatie en daarom verwacht ik ook dat deze naar boven zal gaan uitbreken, de consolidatie. En of dat nou een bull flag wordt of een neerwaartskanaal, ik verwacht dat we hogere cijfers zullen gaan zien. Met targets 1, 85 tot, tot 95k en de technische target als het een bull flag blijft op de 102.000 dollar. Dan de wekelijkse. Ja, hier is het ook gewoon duidelijk. We hebben een high, low, low high, low low, lower high, lower low low, low high gemaakt afgelopen week. En de vraag is, houden we die downtrend intact? Gaan we een low low maken? Dat is nog wel op dit moment hoofdzakelijk. De, groot, ja, de verwachting omdat de downtrend aanwezig is. Sterk, zou zijn als we hier op de uh, 50 moving average op de wekelijkse, een high low kunnen maken. Dus die trend gaan veranderen van een downtrend naar een uptrend en je dus niet een nieuwe low maakt, maar een higher low en dat is het eerste stuk van de trendverandering waardoor je dus weer daarna naar een low high higher low high high kunt gaan. En als dit klinkt als bla 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 bla, kijk dan even in de eerste comment van de video beschrijving van de video en in de video beschrijving dan vind je de cursus waarin ik meer uitleg hoe je dus dit soort trends kunt uh, bekijken. En we zitten inmiddels ook al even kijken, best al wel een tijdje in die consolidatie. We zitten hier 25 weken. Kan dit langer? Absoluut. He, dus hier zagen we een consolidatie van 30 weken zelfs. Voordat we echt verder omhoog uitbraken. En dit is dus ook nogmaals he, de time-based capitulation. Mensen raken verveeld. Hebben er geen zin meer in. Zien vooral altcoin portfolio's gewoon dippen. Um, en vertrekken. En als het weer FOMO tijd is. Dan stappen ze weer te laat in. Terwijl dit juist momenten zijn in mijn ogen. He, om te kijken. Hé. Hey, 50 moving average op de wekelijkse, dat is eigenlijk altijd een prima support. Dat was het hier. Hier was het weerstand, hadden iets meer bearish moeten zijn. Hier in de bear market werd het een weerstand, maar tot die tijd was het eigenlijk ook gewoon support. He, dus su support, 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 support. Verschoot het onder. Werd het afgewezen. Dus dan kun je ook zeggen, als de koers dat gaat doen in de komende weken, we schieten eronder en we maken die 50 wekelijkse Moving Average uh, weerstand, dan is dat ook een reden om de bearish pad op te zetten. Tot die tijd, verwachting, hogere cijfers naar de ton van John. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie over denken dat, dat er gaat gebeuren, dus laat het weten onder de in de comments. En uh, ja, wat verwacht jij voor het einde van het jaar? Kijken we naar de futures-grafiek. Uh, laten we eens even de futures-gap. Uh, even kijken, dat zit hier. Er is afgelopen weekend een futures gap ontstaan. Uh, dus je ziet hier een gap en die wil misschien alweer gevuld gaan worden. Die is bijna gevuld ook wel als ik naar kijk hier. Support op de 200 moving average. Maar het is een kleine gap, bijna gevuld in ieder geval. En wat ik hier liet zien was dus het volgende. En dat is dus dat we dit eigenlijk ook uh, in oktober 2023 deden. 1 tag, 2 tag, 3 tag van de 200 moving average op de daily... En dat doen we nu hier ook. 1, 2, 3. En hierna kregen we dus een hele mooie stijging. Gaan we dat nu ook weer zien? Kijk, er zijn geen garanties. Maar um, ja, het zijn ook fractals. Dus en die kunnen zich herhalen in de grafieken. Maar dat zullen we dan ook snel zien. Hè? Bijvoorbeeld als we hier deze downtrend kunnen gaan breken. En ook dus weer boven die 60.000 dollar kunnen komen. En het liefst wil je dat ook support kunnen maken op deze manier. En dan kunnen we zeggen, nou, we gaan door naar boven. Tot die tijd kun je dus nog steeds nog zo'n lange wik krijgen zoals je hier ziet. Een mooie stoplos hunt. Dan de dagelijkse grafiek. Dus in de eerdere video of een van de eerdere analyses op Telegram, WhatsApp, Discord, YouTube. Rising Wedge, Technische target ligt hier op de, nou, de 54.000 dollar. Maar tijd is ook een hele lange ongevulde wik ontstaan. Dus een tweede target is de 51.000, uh, 49.000 en inmiddels dus ook de 47.000 dollar stop plus liquiditeit onder de koers. Ik ben dus nog steeds wat meer bearish op dit moment. Um, en het is een nieuwe maand en dan krijg je vaak wat volatiliteit voordat het toch weer omdraait naar beneden. Dus deze rising wedge, ja, het kan doorspelen. Maar dat moeten we dus even bekijken. Dus er zijn twee scenario's waar ik naar kijk. Eén, de short die al gestart is richting de groene box. Kunnen we groen krijgen en support maken. De 60.000 dollar bedoel ik dan. Dan zou je nog steeds een beweging kunnen krijgen. Dus naar die 65.000 liquiditeit. Die we hier op de 1 nee, maand zien. He, dus hier op die 65k. En dat zeg ik. Of wat ik net zei was in ieder geval, mochten we dan dus weer hier komen, hè, dat zijn weer die stoplosses net boven, hier, de boven, de, boven die high. Dan zoek ik nog steeds een short naar dit, eh, deze groene box. En die moet ik iets groter maken, omdat daar ook liquiditeit onder de koers zit. Um, ik zal ook longs nemen. Hè, als in misschien gaan we niet die liquiditeit pakken. Hè, er zijn geen garanties daarvoor. Kan ook zijn dat we gewoon doorschieten verder door naar boven. Ook prima. Dus daarom zoek ik ook longs. En dan gaat er gewoon een stoploss onder. En dan kijken we hoe ver het gaat. Dus dat voor de dagelijkse. Op dit moment, Rising Match is nog steeds aan het uitspelen. Heeft hij een uitbraak met volume gehad op de lage timeframes? Hier een bearish afwijzing. En we zien hier inmiddels ook weer dus dat er een, eh, een bearish engulfing candlestick was gisteren. Die lijkt eh, te worden gevuld. Misschien krijgen we een Bullish engulfing, engulfing Candlestick. Wat je ziet met die zijwaartse periodes, is dat heel veel mensen die er nog wel zijn, dat ze worden gechopt. Dus. Eh, het is gewoon voer voor de Big whales. Dus uh, dat, heel veel mensen worden hier helemaal met schokker van. Maar verliezen ook heel veel geld op die zijwaartse actie. Voornamelijk een zijwaartse actie in ieder geval. En overal zitten we dus nog steeds in een grotere range. Tussen de range high, range low. En nu spelen net onder het midden. Dus in principe blijven we in de onderkant zitten. Totdat we dus groen krijgen. En dan kunnen we weer in de bovenste. In de bovenste. Kunnen, uh, kunnen we gaan blijven bewegen. Maar zolang het niet uitbreekt. Ja, gaan we zijwaarts. Dan, wil je leren traden? Doe de gratis kennismakingscursus. Je leert wat traden is en wat je ervan kunt verwachten. Linksonder in de videobeschrijving en de eerste comment. Hetzelfde geldt voor handelen in Cryptocurrencies deel 1. Je leert... Je eigen analyses maken zodat je mij niet meer nodig hebt. Deel 2: hefboom traden, andere tools om een betere trader te worden. Je vindt het allemaal onder in de videobeschrijving. Wil je meerdere updates over de week heen? Dan kun je de Telegram-kanaal joinen of het WhatsApp-kanaal. Daar plaats ik ook dagelijks nu dus een update in plaats van de video's. Omdat dat, dat gewoon makkelijker is. En, en zeker in deze zijwaartse periode verandert er toch niet heel veel. Dan de lagere timeframes. Wat ik vanochtend deelde was in ieder geval dat we hier de mogelijkheid hebben. Voor uh, een falling wedge. En uh, daar zitten we nu. Uh, die wil nu misschien eigenlijk gaan uitbreken. Dus hier een neerwaartslijn. Hier een neerwaartse lijn en je ziet dat de lows, die worden steeds minder uh, laag, hè? dus marginaal lager en vaak betekent dat dus dat er een falling wedge is. En er zijn ook lower lows en higher lows op de RSI, dus er is ook bullish divergentie, dus er was een, uh, ja, een kans dat dit verder naar boven zou uitbreken. Er um, dus ook nog een inverse head and shoulders te zien hier, uh, die heeft geen mooie rechter schouder gemaakt, dus misschien blijft het bij een falling wedge, die aan het uitbreken is voor long. Ik heb hier ook een short genomen, dus die moet ik misschien zo direct gaan sluiten, want dat zag er een beetje zwak uit. En mijn target zou zijn de 57.000 ja, 57 dollar, waar dus op de 7 dagen liquiditeit ligt. Maar daar hoeven we dus niet eerst naartoe, mochten we daar dus heen gaan. Daarom heb ik uh, deze rode lijn ook zo getekend. Dus als we dit doen, zoek ik een long naar de, uh, deze weerstand hier voor de falling wedge. Hè? Dus dan zit je nog steeds binnen de falling wedge. Breekt die uit, neem je een long naar de eerste technische target, 61.000. Wat ook uh, een sterkere weerstand kan zijn. En vervolgens de technische target die op de 62.000 dollar. En ik zal dan ook een deel laten lopen naar de 65.000 65 dollar. Um, maar mocht die dus meteen uitbreken, dan zoek ik een long na de 100 moving average, sorry, 200 moving average op de 1 uur, maar ook deze high hier, 61.200, eventueel de 62.000. En ik zoek dan gewoon alsnog een short, zeker als die liquiditeit op de 7 dagen hier blijft bestaan. Dus één eh, long hier naartoe en dan een short. Of een long hier naartoe en dan een short richting die 56.000 tot 54.000 dollar. Dat is in ieder geval mijn plan. Verander dat, hè, dan kijk ik dus vooral naar de dagelijkse. Hè, voor een reclaim, een, uh, een support resistance flip van die 60.000 dollar richting de 65.000 dollar. En, en natuurlijk ook de falling wedge als die netjes uitbreekt hier. Goed, dat was het voor deze video. Uh, ik zou zeggen: Happy trading, een hele fijne dag en tot de volgende video.